echt 11 jaar. Oh. Eelt op mijn handen. Allemaal harde sokken onder mijn bed. En je moeder was schoonmaken. Ja, mijn moeder zegt, wat is dit dan? Yo. Is goed, vriend. Kom eraan. Wie is dat? Wat is die gek, hè? Hier moet die even aan het ding doen, hè? Welke? Even geluid, moet je hier even aandoen. Wie was dat dan? Dat is mijn nichtje, man. Oh! Niet gelijk zo kijken, hè? Ja. Je hebt alleen maar een mooie vrouw op het kamp, jongen. Ja, dat wel. Zal ik die bak van hem omrijden? Is die van Peter? Ja. Jij hebt geld zat voor een nieuwe bumper, toch? Nodig! Nodig! Ja. Daar hebben ze een nieuw neergezet, die palen. Eerder kon je er doorheen rijden. Zo lang ben ik er niet bij Peter geweest, man. Klopt, man. Hij een biertje van mij meegegeven. Ja, kijk, iedereen nam een cadeautje mee. Ja. En ik zeg altijd zo. Heb je een uitkering of komt je geld uit een hok? Breng geen Heineken, maar de klok. Ja, ik denk, voetballen kan ik niet. Kan je wel voetbalschoenen geven, maar ja, daar heb je geen geluk aan. En de dit klok. Wel. Maar je moet ze wel even in de koelkast zetten. Oh, lekker, dankjewel, Ping. Ik weet niet of het lekker smaakt, maar... Uitkering of geld uit de hok? Ja, dan drink geen Heineken, maar de klok. Wat is een hok? Een hok. Gewoon heb jij ook een hok? Waar je klompen neerzet. Waar je gewoon je klompjes neerzet als je de wagen in gaat. En wat zei je dan? Heb je een tour binnenkort? Ja, man. Einde was eigenlijk midden van het jaar. Huh? Maar ik heb het verplaatst naar het einde van het jaar. Wat dan? Ja, was iets met het decor. Dat kwam niet op tijd af. We willen zeg maar een bepaalde uitstraling doen. Ja. Ja, dat ging niet werken. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga niet die show doen zonder dat decor. Maar waar wordt er gehouden dan? We gaan Sittard, Eindhoven, Zwolle, Arnhem en Hengelo. En we zouden ook eentje in Leeuwarden doen, maar die vervalt. Omdat, ja, het zit allemaal moeilijk met die datums, man. Ja. Zit het trouwens goed zo? Zit die hier goed? Ja, is goed. Maakt niet uit, joh. En met die onderkind van mij, tegen ons hoor je dat. Nee, maar eet je alleen maar frikandellen? Ja, sowieso. Kun je dat niet zien dan? Ik zit nou wel te denken om zeg maar een soort... Ik wou eigenlijk Cosso benaderen, toch? Ja? Ja, om een gezonde frikandel te maken. Echt? Ja? Kan, hè? Ja, zou dat kunnen? Vegan groente frikandel. Ja, niet vegan, maar gewoon, weet ik veel, en dan vol met eiwitten. Ja. De pitandel of zo. Pitandel? Ja, goed voor mijn pre-workoutje erin, voordat je gaat trainen en frikandelletje kan eten. En wat duur vindt je nog? Vente? Ik heb Vente? Ja. Nee, ik heb een autobedrijf, man. Autobedrijf? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht dat jij had het... net zoals Joren, God die Joren in de bus. Nee, dat doe ik ook. Ik vent met auto's, zeg maar. Dus dan moet je alleen in Nederland? Nee, ik haal gewoon alles op uit het buitenland. Anders verkoop ik het hier. Maar ik verkoop alleen aan handelaren, niet aan... Niet aan particulieren. Dus je hebt niet een bedrijf of zo. Je doet gewoon, haalt auto's op en verkoopt. Nee, gewoon anders wat. Nee, natuurlijk heb ik wel een bedrijf. Jawel. Ja, maar niet geen pand meer. Heb ik wel gehad eventjes. Ja, ja, ja. Maar dat is niks voor ons, man. Niks voor mij in ieder geval. Nee, ik ben altijd naar de studio dingetjes doen onderweg. Gek, hier zit ik bij jou in de auto. Want dan moet je de zaak dichtgooien, ja. Mensen komen bij jou. Die jongen van, ik kom laatst bij een dealer. Met een auto. Maar best wel, het was een jonge auto. Ja, oud, half jaar oud. Ja. Maar ik had geen klanten ervoor, dus ik kon daar... Nou, die had die auto van mij gekocht, maar hij zei eerst van ja, ik vind het wel een beetje raar, want de dure auto, jongen, ja. Ken jou niet. Wil hem wel, maar even je naam en je gegevens allemaal. Dus ik schrijf mijn naam op, heeft hij mij natuurlijk gegoogeld. Belt hij me op, die verkoper. Ik wist niet dat ik met een bekendheid aan tafel zat. Ik zeg, is dat zo? Hij zegt, jij bent Shotgun Piet. Ik zeg, wat? Oh, dat is een liedje van mij, die shotgun, de dingen die normaal zijn, shotgun op je kaak lijken. Hij zegt, die baas van mij die begint helemaal te zweten, jongen. Die zit erover te twijfelen of het wel door moet gaan. Ik denk, dan moet je een showroom hebben. Heb je daar problemen mee dan, omdat je dan over dingen rapt en zo? Ja, ik denk wel dat er zeg maar sommige mensen zijn met wie ik handel doe, of waar ik het juist niet mee doe. Dat ze dat wel hebben gelaten om de dingen dat ik rap, zeg maar. Ja. Maar
Ach ja. Kijk, ik denk al, kijk, in mijn instelling is gewoon als iets goedkoop is en je kan het allemaal verifiëren, het is allemaal gewoon over de bank, whatever. Juist. Wat maakt het dan uit, al moet ik hem kopen van de grootste crimineel, het is gewoon handel. Ja. Hey, dames en heren, Piet en ik ken elkaar al, ik ken Piet al, was hij zo groot? En nog mager? Ja, want toen was ik slank. Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 19. Ja. Peter, ik moet even uitleggen aan die mensen. Peter, ja. Peter is mijn beste maatje. We hebben elkaar ontmoet waar was het? Dominicaanse Republiek. En ik kende een week. En heb ik hem daar ontmoet. En toen ging hij weg. Stond ik te huilen als een klein kind. En toen kwam ik bij Peter de Waag. Toen zat hij er ook. Ja. Met kleine Wimmy. Ja, een voetbalkaartje had te schooien. Jij had altijd van die kaartjes, toch? Ja. En dan gingen we ook een beetje... Was het een PlayStation of zo? Ja. Dus ik ken hem al heel lang. Dus, ja, echt wel heel lang. Ja, man. God, ik heb samen. Je ook wel denk ik wel 10 keer gezegd, kom in de auto. Ja. Dus zei hij, nee. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb heel veel dan mensen die dan moeten op bepaalde momenten dan ook album komt uit. Of weet je, en dan heb ik er 3 opgenomen en dan gaan die mensen mij ook appen. Komt je al uit? Ja, dat vinden ze mooi. Ja. Dus, maar het is wel goed dat je zo druk bent, man. Ja, dat is lekker. Ja, dat is mooi toch? Ja, maar het is niet, ik ben niet echt heel druk nu op dit moment. Ik zeg gewoon, doe ik gewoon, nou ga ik wel lekker met jou opnemen en dan voor de rest doe ik de hele week niks. Nee, dat is wel fijn. En gewoon zwaar geld verdienen. Wel lekker. Hé, maar jouw laatste nummer. Ja, All Eyes on Me. Ja, All Eyes on Me. All Eyes on Piet. Ja. Hoe is die ontstaan? Ja. Ik wou Tupac nou. Nee. Ja, ik, die Sander Schimmelpenning, die jou reeds maar de podcast opgenomen. Ja, ik heb dat gezien, dat stukje. Ja, en... Is hij levensmoe of zo? Ik denk het. Hij was eerst al met Kosso aan de gang. En toen dacht ik al, wat een kneus, weet je. Maar zo'n elitaire geleerde, dat is niks voor mij. Nee. En ik had dat gerepost op Threads. Dan ken je wat op dat nieuwe Twitter, zeg maar. Ja. En voor de rest, ik had niks gedaan. Ik had het alleen gerepost en iets erbij gezet van... blijkbaar zijn gevaarlijk, dus pas op als je ons in het wild tegenkomt. Zo. Ja. Dus ik had niks raars gezegd. Ja, ik kreeg allemaal doodsbedreigingen. En dan ging hij op mij reageren en gaf hij mij daar de schuld van. Ja, dat komt door jou. En, maar ja, ik denk, kijk, als ik nu wat zeg in jouw... In deze programma. Ja. En ik krijg daar backlash van omdat ik iemand daarin beledig, had ik gewoon mijn bek dicht moeten houden, toch? Ja. Maar hij draait het om. Ja, hij zegt, wil zeg maar iets zeggen en dan wil hij eronder uit. Ja, ik had het niet over woonwagenbewoners. Maar je zegt letterlijk de echte woonwagenbewoners. Nou, dat zijn geen mensen die langdurig op een camping wonen. Nee. Dus toen dacht ik van een beetje zielig. Het ging hij me ineens overal blokkeren. Ja, toen heb ik daar zeg maar een filmpje van gemaakt. Heb ik online gegooid. En toen dacht ik van ja, ik heb de tering. Ja. Ik maak gewoon een liedje gewoon. Naar aanleiding daarvan gewoon over hoe iedereen ons ziet, toch? Ja. Over jongens van het kamp en wat ze van ons denken. Bijvoorbeeld dat ik zeg van ik eet alleen maar frikandellen. Ja, dat zei ik. Ja, ik zat in de studio. Maar besef, kijk, ik begrijp het allemaal als iemand tegen mij kampen zegt of dit of dat. Ja. Ik vind dat niet zo erg, want ik maak dat zo vaak mee met producers. Want een kampen is een scheldwoord, toch? Voor... Ja, eigenlijk wel. Want we hebben nooit echt zelf voor het kamp gekozen. We zijn gewoon reizigers, toch? Ja. En op een gegeven moment moesten we verplicht op het kamp gaan staan. En je kan ook een beetje de onderscheid maken dat als iemand zegt, ik ben ook een kamper, hè? Dan weet je al, hij is geen echte reiziger, snap je? Hij is een wannabe. Ja. Maar ik zat in de studio met een gitarist en ik had mijn neefje ook bij me. En op een gegeven moment zegt hij, maar Piet, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een dokkie en een kamper, zeg? Dus ik zeg, een dokkie is gewoon een ASO. Maar zijn jullie dat niet al? En mijn neefje die zat er zo achter me. Zo te bakken. Ik zei, joh, rustig aan. Dus ik leg dat zo een beetje uit. Ik zeg, ja, dit en dat. Ik zeg, ja, je hebt ook gewoon normale reizigers. Niet veel, maar ze zijn er wel. Ik niet, maar de rest wel. Niet veel, nee. Op een gegeven moment zegt hij, oké, dus dat was, een vooroordeel wat ik had. Ja. Ik zeg, ja. Ja, nu weer het... Maar eten jullie dan ook niet alleen maar frikandellen, zeg maar? Maar hij meende dit, hè? Dus ik... Dus mijn neef zegt, Pik, nou bak ik hem weg, man. Nou sla ik hem weg. Ik zeg, weten we ook wel eens een kroketje ertussen. Ja, maar dat is het beeld is wat ze hebben van jullie. Ja, maar Pik, hoe kun je nou denken dat we alleen maar frikandellen... Ja. Dat zou echt een raar dieet zijn, toch? Ja. Dat zou ik zeg maar wel mooi vinden als Frans Bauer dan een soort van het gezicht wordt van Mora. Van de frikandel, hoe dik zou dat zijn. De 2 frikandellen zo. Ja. Hey, maar, maar waarom ben je gaan rappen? Ik las iets over ik Elvis. Ik kon niet zingen, man. Je bent Elvis fan, hè? Ja, maar ik kon niet zingen zelf. Nee, ik kon niet zingen? Je kan niet gewoon zingen? Nee. Hoe kan dat dan? Ja. Je bent toch muzikaal?
Ja, maar ik kan niet zingen. Dus ik ging het een keer proberen, toen dacht ik, dit is het niet. Toen ben ik gaan rappen. Oké, maar dus je wilde dat wel in die... Nee, waarschijnlijk. Ik kan toch wel zingen? Nee, ik kan echt niet zingen. Ja, met heel veel autotune klinkt het wel een beetje. Maar heb ik ook gedaan. Gewoon eerlijk, ja, pik. Heel veel mensen zeggen tegen mij, nee, ik heb een keer een popalbum uitgebracht, Nirvana. En daar klinkt het allemaal best wel leuk. En dan zeg ik tegen mijn, toen moest ik dus optreden live. Maar ik had alles met gitaar laten inspelen. Want ik wou een beetje die Susanna Freek snelle dingen. Die money move, toch? Ja. Maar toen moest ik optreden bij een bevrijdingsfestival in Zwolle. Toen moest ik repeteren. Voor het eerst in mijn leven. En bij die repetitie, die jongen die kijkt naar mij. Hij zegt, je kan en geen gitaar spelen. Hij zegt, en je kan niet zingen. Wat heb je gedaan? Ik zeg, ja, ik dacht money move, toch? Ja, snel. Zegt, ja, maar dat is hot, hè? Dat, ja, hij zegt, maar dat... Hoe ga je dat nou verkopen live? Ja. Ik zeg, ja, gewoon playback of zo, weet ik. Toen ben ik daar weer mee gestopt. Dat kan, hè? Weet je wie dat ook gedaan heeft? Milli Vanilli. Ja. Die heeft dat ook gedaan. Ja. Want die kan helemaal niet zingen. Ja, maar die waren ook nog heel knap. En Bonnie, ik heb gewoon alles tegen hem. Nee, valt dan mee. Dat Bonnie M ook. Die, wist je dat, Bonnie M? Dat was ook... Dat is ja, dat is allemaal nep. Ja, dat is allemaal nep. Mensen weten dat niet. Denken, ja. Die kan die gewoon een Freek ook, hè? Ja? Nee. Je weet maar nooit, nee. Weet ik niet. Hey, waar ga je heen dan? Terug naar Apeldoorn. Nee, gewoon even zo en dan weer snel. Oh, okay. Is dat goed? Ja. Maar moet je, hoezo dan? Moet je... Ja, als ik over de IJzerbrug ga, krijg ik heimwee, man. Echt? Ja, ga ik uit. Doe normaal, man. Nee. Even terug naar die, hoe heet die schimmelpenning? Ja, schimmel. Maar die andere dan, die ja, lekker lekker is. Ja. Die lekker lekker is? Ja, die zegt helemaal niks. Die heeft gewoon helemaal zijn bek dichtgehouden. Maar die zei toch ook wat over? Ja, die zei het eigenlijk. Ja. En eigenlijk kreeg die Sander een beetje de backlash ervan. Ja. Maar die reageert ook overal op. En weet je wat het is? Het is gewoon een namannetje. Hij denkt dat hij zeg maar elitair is, dat hij oud geld en rijk en hij is geloof ik een baron of zoiets, weet ik veel. Mm. En hij denkt gewoon dat hij alles kan zeggen over iedereen. Hij zegt bijvoorbeeld een keer, iedereen die niet heeft gestudeerd aan de universiteit heeft geen ambities. Nee, dat kan je niet zeggen, man. Nee, dat is niet waar. Het zijn ook gewoon een hele hoop mensen die gewoon niet in die situatie zitten, snap je? Wie dat gewoon niet kunnen. En ja. voor heel veel mensen, die kunnen dat niet begrijpen, dat er ook mensen zijn. Maar jij komt zelf ook uit de volksbuurt, uit Arnhem. Ja. Je weet zelf hoe dat gaat, snap je? Dat is bij ons hetzelfde, bij jullie ook. Ja. Die kan, dat is gewoon, die mentaliteit is daar niet. School is niet belangrijk. Nee. Komt toch niks van terecht. Nee. Ik kan beter nu al gewoon naar de teken gaan. Ja, nee. Gewoon beginnen met 6 jaar al met blowen en met zuipen. Hoe eerder je dood bent, hoe eerder je ervan af bent, toch? Maar weet je, er zijn ook mensen die geen universiteit hebben gedaan. Ja. Die gewoon zoveel keer rijker zijn dan hij is. Ik wou je zeggen, dat is onzin. De grootste, volgens mij heb je de grootste, volgens mij Bill Gates of zo, of een van die, heb ook geen diploma's gehad. Ik weet het niet precies, ik ben er niet zo heel veel mee bezig. Maar ik vind dat gewoon allemaal onzin. Maar hij is dan zo'n oud geld, elitair persoon. Oh. En weet je wat ik zo zielig vind? Dan heb je een discussie met hem en dan gaat hij gelijk blokkeren. Als hij niet kan winnen. Oh ja, dat wil ik vragen. Ja, blokkeert hij? Ja, gelijk. We hebben gelijk geblokkeerd. Maar had je dan gewoon met via Instagram of... Nee, via dat threads had ik gewoon. Ik reageerde gewoon op hem. Ja. En ik bleef heel normaal. Waarom belden jullie niet dan? Hij kon toch ook met jou bellen? Ja, ik weet niet, maar hij reageerde daarop en ik heb gewoon op hem gereageerd. En ik denk dat het ook voor... Ik dacht bij mezelf, ik vond het juist mooi. Want nou kon iedereen zien dat ik hem eigenlijk gewoon voor vast had gepraat, snap je? Hij kwam er niet meer uit. Nee. Want hij zegt, ja, maar het gaat over campings, dit en dat. En nu krijg ik door jou doodsbedreiging. Ik zeg, nou, ten eerste heb ik jou niet met de dood bedreigd. Ten tweede ben ik niet de president van de woonwagenbewoners. Of ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. En jij zegt de echte, of Jaap zegt de echte woonwagenbewoners. Ja. Als ik zeg de echte Amsterdam, heb ik het niet over de juppen, toch? Nee, precies. Dus daar kon hij niet echt onderuit. En aangezien hij best wel intelligent moet zijn. Dan, ik vond het niet zo'n hele slimme set van hem. Nee, maar hij is sowieso, ik vind hem sowieso een kneus. Maar kijk, gaat hij dingen roepen over woonwagenbewoners en dan verwacht hij dat hij dan niks terugkrijgt of zo? Dat zou toch bij iedereen gebeuren? Als hij over andere groeperingen gaat praten, over andere nationaliteiten. Ja, dat is een soort van arrogantie toch? Ja. Van wat ik zeg, dat kan allemaal. Ja, ik vind dat wel een beetje... Maar ja, hij zit lekker in Zweden. Daar woont hij? Ja, volgens mij wel. Daarom zei hij... Kijk, en nu kan hij gewoon... Tegen de borst stoten, want. Dus ik dacht allemaal, want ik denk, kijk, hij heeft dat gezegd, als het nou een reiziger hem tegenkomt, krijgt hij zeker... Ja, maar dat moeten ze juist niet doen. Nee, dat weet ik, maar hij krijgt zeker iets te horen, want ze gaan wel wat zeggen. Tuurlijk. Snap je, maar hij zit dus in Zweden. Ja, dus hij denkt, ik zit veilig daar. En die Jaap zonder nek, die klokkenluider van de Notre Dame,
Die zit volgens mij ergens in Oldenzaal of zo, die toch? Ja. Die kant toch, ja. Kneuzen, man. Maar weet je, dat is... Maar waarom zou je dat zoiets zeggen dan? Ja, je mag je mening geven, maar... Waarom zou je zoiets doen? Wat win je ermee? Ja, niks. Ja. Nul. Je wint er nul mee. Ja. Daarom, hou gewoon je bek. Ja. Hou gewoon je bek. Ja, daar maak je druk op. Ja. Nee, maar ik heb dat liedje gemaakt. Ik vond het leuk. En het ging niet per se alleen om hun. Het ging gewoon... Ik wou altijd al zo'n liedje maken. Ja. En je bent dikke Tienes ook... Tienes Hoekstra ook. Ja, daar heb ik vroeger ook een liedje mee gemaakt. Ja, is het lang geleden? Ja, wel. Best wel, man. Maar ik hoorde ook dat Tienes altijd met jouw wedstrijdje wilde doen. Wie de meeste frikandellen op had. Maar hij had gewonnen, hè? Hij weet altijd. We hebben die vlog met je kijken. Ze hebben ook alleen maar het vreten, jongens. Ja, ja. Ze zijn echt alleen maar het vreten. Ja, maar toen was ik nog wel heel dun. Ja, ik ben gewoon 30 kilo aangekomen. Hoe kan dat dan? Ja, bier. Oh, ja. Handgebroken, toch? Ja, nee, dat was recent. Dat was recent. Oh. Ah, daar ben ik ook wel weer 5 kilo'tjes bij. Ja, maar dat is toch, want ik kan niet meer trainen. Dus dan, als je alleen maar, want je zit vaak in de studio, zei je net. Van, ja, het is gewoon, ik begon gewoon een keer met zuipen. Dat was het. Ja, ik dronk vroeger gewoon alleen in het weekend. Op een gegeven moment begon ik gewoon echt veel te zuipen. Ja. En veel onderweg en slecht eten. Ja, dan komt het vanzelf. Ja, ja, en dan is die rem eraf, hè? Ja. Je hebt geen limiet meer. Ik was altijd gewoon 78 kilo. 80, ja. 78. Ik weeg nu 110. 110, ja? Ja, man. Dus dat is er gewoon 30 kilo erbij. Godsamme. Ja, gek. Maar dat gaat ook niet meer af, makkelijk. Nee, dat gaat er niet meer makkelijk af. Nee. Ik moet eigenlijk een personal trainer hebben. Wie is jouw manager? Je broer? Mijn broer? Nee, je broer toch? Oh, je drempel, je broer. Ja, maar mijn broer was eerst mijn manager. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb geen manager nu, man. Oh. Maar je, of een label? Ja, mijn label, ik zit bij je broer, bij Rolla. Ja, klopt. Kom hij ook naar het Zwolle? Nee? Nee, hij komt uit Leiden. Oh. Hij komt uit Leiden, Tim, ja. Tim, maar die ken ik ook al een hele tijd. Ja. En ik zat eerst bij Ali. Ja, maar die heeft andere dingen aan zijn hoofd nu. Ja, die had andere dingen aan zijn vinger. En nee, daarom was hij daar niet weggegaan, want ik was daarvoor al weg. Oh. Maar wel echt net op tijd. Echt, volgens mij 2 weken voor de tijd. Voordat het zeg maar allemaal uitkwam, was ik al weg daar. Hey, wat wil je nou nog doen? Wat wil je bereiken met de rap? Is het, hoe kom je aan inspiratie? Hoe kom je aan die lyrics en zo? Waar pak je dat vandaan? Ja, gewoon vanuit mijn omgeving het meeste, man. Ja? Ja. Hoe ga je dat? Moet ik even voorstellen. Hoe moet ik me voorstellen? Ga je dan zitten met een kladblok en dan schrijf je... Nee, ik schrijf alles in mijn notitie gewoon. Ja, in je telefoon gewoon. Ja. Ja. En dan... Meestal is gewoon onzin. Ja. Ja. Nee, ik weet niet, man. Ik probeer zeg maar, ik heb een tijdje dat pop en alle dingen gedaan. Maar dat is niet voor met die popmuziek, popliedjes. Ja? Ik vind het gewoon leuk om liedjes te maken, snap je? Om te uiten. Ja, nee, ja, niet per se dat, maar het is gewoon over dat ik een klein jongetje ben, vind ik het leuk om gewoon muziek te maken, liedjes te maken. Ja, ja. Maar niet per se voor mezelf, voor anderen ook. En dat rappen, ja, dat is gewoon, ik probeer het gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. Maar hoe kan dat je ben gaan rappen? Want... Ik luisterde een liedje van Campy, man. Zo is het eigenlijk ontstaan. Nee, en je hebt ook nog een nummer met hem opgenomen. Ja, voor mijn vorige EP had ik met hem een nummer. Klopt. Ja, okay. Ik hield nooit van rap vroeger. Ik zei altijd tegen Wimmy, toch? Ja. Davy. Hij luisterde altijd de hele dag Snoop Dogg, jongen, naar die gekkigheid. En ik zei, ik hou eens op, man. Ik luisterde normaal, want dat weet je, van het boerenmuziek. En ik vond dat echt mooi. En een beetje die ziele Marco Bezzato was ik heel erg fan van vroeger. Ja? Ja, vond ik mooi, jongen. Ja, vond ik echt, ik ook. Ik vond Marco ook wel goed. Hij kon echt iets zeg maar omschrijven. Dat was mooi. Ja, ja. Daarom, ik vond de teksten van hem altijd heel goed. Maar ja, dat was John Eubank achtergang. Ja, heeft dat toch gemaakt, hè? Ja, al die liedjes van hem, toch? Dus op een gegeven moment liep Wim mij een liedje horen van Campy. Dat was Chicks Vinden Ons Leuk. Ik weet niet of je die kent. Maar dat is zeg maar een grof liedje. Ja, ik was een jaar of 12. En het begint met de kakkelos, bef je met mijn rattenkop. Ik had toch geil als mijn tong bij je klitje komt. En ik hoorde dat en ik dacht, wauw. Ik was 12. Hormonen schieten door je lichaam. Ja, geil. Hele dag choken. Ja, 5-6 keer per dag. Nog steeds. Ja, ik ook. Ik ben er nooit meer mee gestopt. Oh. Weet ik de allereerste keer dat iemand tegen me zei, heb je dat willen schaak? Ik zei, ik heb dat nog nooit gedaan, man. Dat moet je een keer doen. Was ik 11 of zo. Ik dacht, geen zin in werk. Ken je dat je been zo helemaal gaat trillen? Zo? Ik dacht, als druk zo voelt, voor mij is dat gewoon drugs. Hè. Ja, echt zo. 11 jaar. Eelt op mijn handen. Allemaal harde sokken onder mijn bed. En je moeder was schoonmaken. Ja, mijn moeder zegt, wat is dit dan? Ja. Je hebt vrouwen, kinderen, heb je kinderen? Ja, maar eentje. Hoe oud? 3. Vorige week 3 geworden. Oh, leuk. Meisje? Ja, meisje. Ook al, jij ook al meisjes, hoor. Ik ook alleen maar meisjes. Wat, en een vrouwtje ook reiziger? Nee.
Nee, boer. Ja. Dat is ik. Ja, ja, dat is jij. Gajo. Ja. Waarom geen reiziger dan? Ja, ik weet niet, man. Ik zei altijd vroeger tegen mijn broer van, dat ik nooit met een burgermeisje zou willen trouwen. Maar ja, het gebeurde gewoon, man. Ik was lief, dus ja. Hé, hey, maar ik zat even naar je nummers te luisteren net ook. En dan hoorde ik ook over als er geld was thuis en zo. Was dat echt zo vroeger? Ja, man. Ja? Ja. Mijn vader had vroeger een autobedrijf, ging het heel goed. En ja, op een gegeven moment toen ging hij helemaal naar de Filistijnen. Zo. Ja. Was er echt helemaal niks, nul. Echt nul. Oké. Okay. Ja, dat was zeg maar in die tijd dat ik jaar of 14 was. Dus ja, ik heb tijd. Ja, en je weet hoe het op het kamp gaat, ja? Toch? Ja, ja. Dus ja, ik kreeg niks, ik had geen rijbewijs. Ik was 19 toen ik mijn rijbewijs ging halen, omdat ik het geld niet had om te betalen. Mijn vader en moeder hebben alles voor me gedaan, ik kon elke week op stap. Ja. Maar dat was het ook. Ja, ik kreeg 100 euro, 150 euro om op stap te gaan. En dat geld kon ik dan zeg maar ook de hele week gebruiken om als ik naar school ging... Om wat te halen of zo. Maar dat was het ook, er was niet meer. Nee. Mijn moeder en mijn vader hebben echt alles gedaan, wel dat ik een t-shirtje aan kon en een broekie. Maar het was niet, geen merk of zo. Nee, maar dat maakte voor mij ook niet zoveel uit. Maar je weet wat jij net zegt op het kamp, je weet hoe dat gaat. Die groepsdruk toch? Ja. Want die heeft dit en die... En ze houden ook van, ze hebben een dure smaak. Reizigers hebben een dure smaak. Ja, zeker. Dat was wel voor mij moeilijk als kind, zeg maar. Ja, ook, ik was wel een beetje een... ja, we ook met heel veel met meisjes bezig, snap je? En dan op een gegeven moment, ja, je hebt een meisje van het kamp, kijk ook alweer daarna. Ja. Dat vond ik heel lastig. En omdat ik zeg maar niet dan, ja, vond het vooral moeilijk voor mijn vader. Ja. Omdat mijn vader, ik denk gewoon dat mijn vader ook dacht bij zichzelf van, de eer als vader zijnde, dat je niet je kind dat kan geven, zag ik dat hij dat heel moeilijk vond. Ja. Omdat hij hard gewerkt heeft altijd dan, en dan in één keer gebeurt er iets. Ja, snap je. En al die jongetjes om ons heen kregen zeg maar... niet dat dat per se belangrijk is, maar die kregen een auto. En hij kon mij dat niet geven op dat moment. Nee. En ik denk dat hij als man zijnde dat heel moeilijk vond. Ja. Ja. En ja, ik als kind vond het ook wel. Maar ik heb altijd gewoon mijn eigen geld proberen te verdienen. Ja. En op een gegeven moment had ik dan met mijn rijbewijs... toch met mijn moeder, vader iets en mijn oma geloof ik. En toen kreeg ik van mijn oudste broer een autootje. En oh ja, maar jij van je oudste broer, ja? Ja, kreeg ik een dikke sloper trek. Hij had eerst een BMW 1-serie voor me gekocht. Yeah. En hij zei, als je rijbewijs hebt gehad, is die voor jou. Dingetje van 2 jaar oud, was echt een dikke auto. Yeah. Dus ik had hem al gepoetst bij hem in de showroom, toch? Ik vergeet het nooit meer, hij was een beetje bruinachtig. Het was echt een mooie auto. En wat doe ik met mijn domme kop? Hij gaat weg. En hij had een A4 staan van een klant. En ik had nog niet mijn rijbewijs en ik ben rond gaan rijden over de industrie met die A4. En iemand heeft mij zien rijden, dus hij belt mij en zegt, ben je aan het rijden? Ik zeg, nee, ik ben op de zaak. En hij zegt, je liegt. Ik zeg, nee, echt. Toen kwam die aard, de grootste ruzie. Ja, je mag hier nooit meer komen. En ik ga die auto ook verkopen. Ja. Hij heeft hem verkocht. Oh. Ja, hij was zo boos op mij. Maar ik had natuurlijk al wel vaker wat streken uitgehaald. En op een gegeven moment zei hij, ik ben er nu echt klaar mee. Toen heeft hij die auto gewoon verkocht. En toen kwam die aan op mijn verjaardag met een 206. Oh, je hebt een Peugeot, ja. Ja, helemaal onder de deuken. Geen bekleding, ik had geen radio. Ik had zo'n heel klein boxje van Pringles, dat ding. Van Pringles. En dan zat ik rond te rijden, één deuk aan de zijkant, jongen. Ja. Maar daarom waardeer je toch meer nu, toch? Ja, zeker, man. Nu ben je goed bezig. Maar daarom werk ik ook gewoon elke dag. Ja. Want je ziet heel veel rappers en heel veel mensen denken ook, ja, als iemand rapt, dan... Dan hoeven ze niks meer te doen. Maar ik, als zou ik zeg maar het weekend vol met boekingen hebben, en 2 keer in de week probeer ik nog in die 3 dagen wat anders te verdienen. Ja. Want ik heb het aan mijn vader zien. Mijn vader ging echt hard. En op een gegeven moment had het een of andere dag was het van... Ja, het is nooit van de een of andere dag erg. Maar er was gewoon niks meer. Nul. Nee. Ik weet nog, ik wou een pak sigaret halen. Moest ik altijd bij de wasmachine dat losgeld bij elkaar zoeken. Mijn moeder legde altijd losgeld uit de broek op. Moest ik dat bij elkaar zoeken voor een pakje sigaretten. En heel veel jongens lieten hem ook in de steek dan. Ja. Ja, want niet dat ze zeg maar niet meer met me om wouden gaan. Maar ja. Ja, en bouwen allemaal leuke dingen doen. Ik was eigenlijk ook een beetje blok aan hun been, toch? Ja, want hij... Ik snap het. Want kijk, hun hebben dan geld. Ja. Ik ga niet mee, wat is zielig. Want, ze wou mij ook niet de ogen uitsteken een beetje moeilijk. Ja, nu dat ik gewoon... Toen ben ik gewoon voor mezelf gaan zorgen. Ja. En ik heb een supergoeie jeugd gehad in de zin van de liefde van mijn vader en moeder. Ja. Die hebben zich echt krom gewerkt voor ons alle drie. Altijd voor mijn oudste broer, mijn middelste broer en ik. We zijn met 3 jongens. Toch, allemaal 3 broers. Ja. Ze hebben echt altijd alles voor ons gedaan en altijd goed. Dus ik ben ze ook heel erg dankbaar, mijn vader ook nu nog. Ja.
Hij helpt me nu nog, snap je? Als ik hem nodig heb, is hij er gewoon voor me. Ook in mijn bedrijf. Ook dagen dat ik zeg maar heel vaak naar de studio moest. In het begin met Ali of zo. Toen had ik een showroompje in Nieuw-Leuzen bij ons daarachter. Ja. Ging hij daar ook de hele dag zitten voor mij, snap je? En hij had nooit... geen gezeik. Nee, niks. Nee, maar hij is het ook gewend. Hard werken. Ja. En daar heb jij het ook van, denk ik. Gewoon door blijven gaan. Ik ben misschien achteraf wel blij dat het zo is gelopen. Precies. Ik ken ook een hele hoop jongens die hebben alles van hun vader gekregen. Ja. Daar is niks mis mee. Maar... Nee, maar die snappen het niet. Die snappen het niet, snap je? Ja, die hebben niet die mentaliteit. Ja. Nee. Dat is jammer. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. En dan vraag ik me wel eens af, ja, als dadelijk hun bijvoorbeeld een bedrijf overnemen, hoe lang blijft het dan goed gaan? Ja. Weet je? Dat, ja, maar hun hebben niet die mentaliteit om echt te overleven, nee, zeg maar. Nee, weten niet wat dat is. Nee. Nee, want ze hebben altijd alles al gekregen. Ja. Ja, man. Ik weet, ik heb mijn middelste broer, die was zeg maar ten tijde dat hij 16, 17 was, 18. Toen deed mijn vader het hartstikke goed. Ja. Ja, mijn middelste broer kreeg alles wat hij wou. Ja. Ik ook als kind, maar ja, wat had ik nodig? Ik was 11. Ja. Nieuwe BMX of zo. Ja. Ja. Playboy of zo. Met zo'n DVD'tje erbij. Met Lisa erin. Bel die me. Ja, die. Ja. Oh, ja. Die was geil, die was lekker. Ja. Oh, ik zat elke dag dit programma te kijken, jongen. Wat zat er met die hotel, toch? Ja. Love Hotel, wat zat ze nee, Gouden Kooi? Nee, daarvoor. Zat ze in zo'n programma, toch in zo'n hotelachtig iets. Oh, ja. Daar ken ik haar van, want mijn tante ging altijd daar bij haar naar de kapper. Ging jij mee, hè? Ja, ging mijn moeder mee. Ja, zeker. Lekker wijf, hoor. Oh, mooie man. Tijd, man. Ja, mooi. Okay. Maar nee, ik wou altijd die Foxy, want daar zat zo'n dvd'tje bij. Ja? Foxy, ja? Ja, bij de Foxy zat altijd een dvd'tje bij. En wat dan? Ja, gewoon pornofilms op dag. Echt? Ja. En dan hadden we een jongetje bij ons achter de straat, Michel heette die. En zo naar Michel als hij dit ziet. Maar Michel. Wij, ik en Wim, maar wij konden dat toch niet bij ons in de wagen. Je weet toch, de kamers is allemaal een beetje preutsen. Ja. Dus hadden we dat ding, maar wij wouden dat graag kijken toch, die film. Ja. En dan gingen we bij Michel boven kijken. Die woonde gewoon, dat was gewoon een burgerjongen bij ons in de buurt. En op een gegeven moment, ik en Wim zitten op die bank zo, zitten daar te kijken. En Michel is weg. Wim zegt, waar is Michel dan? Ja, dat weet ik niet. Maar ze was op een bank in zijn kamer staan. Kijk, ze op die bank, ligt hij achter die bank te rukken zo. Wim zit binnen op ons, dat druk op die film, man. Want je ziet het helemaal niet meer. Maar het ook een beetje shoulder laat die red. Heet het zo, toch? Ja. Ik had een keer met een de keeper van ons, die van Man United, die Amerikaan. De Amerikaan, die hoe heet die nou? Die was goed, jongen. Howard. Maar die kale is dat ook? Ja, die kale. Maar hij ging naast mij zitten, maar iedereen wist al dat hij dat had. Maar ik wist niet dat hij dat had, dat Shield had erin. Dus had hij dat? Ja. Dus hij zat naast me, waar we aan het praten, en ik zei, begon die. Wacht! Ik denk, wat is dit? En ik zo kijken naar die gasten, die zaten zo... Gek! Tegenlijn! Hij deed altijd, als we met hem gingen voetballen, zei hij altijd... Jaap, stop maar de bol. Dat was een tik van hem. Oh, ja. In het voetbal. Maar dan dacht ik van, iedereen, waarom Jaap Stam, weet je? Kan je Jaap Stam zijn? Ja, die komt hier in de buurt. Ja, komt hier, kom. Jaap Stam, Arne Slot, Legend. Reinders. Ja, Hoe is het met Zwolle? Hey, hoe is dat? Even vertel. Je zei net over als je naar Deventer gaat doen. Ja, Deventer is hoofdpijnverhaal. Ja. Maar waarom pak je die boekingen dan ook? Ja, die jongens van het kamp ken ik gewoon goed mee, jongen. Dat zijn vrienden van mij, snap je? Ja. Dus als ik daar kom, maar ja, ik krijg wel altijd gezeik. Altijd. Of ik krijg weer doodsbedreiging op Instagram. Ja, ook? Van die harde keer en daar. Maar ja, het is wat het is. Ja. Alleen omdat je van PEC bent, of dat je... Ja, er zijn natuurlijk wel waarom bepaalde is dat, mensen om me heen die... die dat gedaan hebben. Maar ik heb daar voor de rest niet zoveel mee te... Ja, dat is gewoon die haat en nijd toch? Ajax Feyenoord, maar dan hier in Overijssel. Dat is gewoon echt haat en nijd. Ze zijn ook altijd aan het kloot, hè? Dan halen ze weer de schaal weg of zo. Of wat halen ze toch over weer op de... Ik vind dat wel mooi, man. Kijk, het is wel... Ja, dat is leuk, maar niet dat vechten en zo, man. Donder op. Ja, ik vind het... Ja, aan de ene kant denk ik... Laat me het zo zeggen, als mensen dat doen en ze spreken af met het bos, weet je, so be it. Laat hun lekker hun ding doen. Ik heb liever dat ze elkaar daar de koppen in elkaar slaan dan dat ze dat thuis doen of zo. Snap wat ik bedoel? Of random op straat. Ja. Sommige mensen, voor hun is dat therapie. Klinkt heel gek en bizar, maar dat is gewoon zo. Ja, wij kunnen dat misschien niet voorstellen, maar hun wel. Ja. Dus laat dat gewoon. Maar ja, ik vind het zeg maar wel stom als jij gewoon buiten loopt en je bent gewoon voor een club.
En mensen gaan jou daarom in elkaar slaan. Ja. Weet je, dat gebeurt ook. Dus ja, dat denk ik dan onzin. Is een beetje sneu. Ja, onzin. Ik vind gewoon op die wedstrijddag, dan mag je gewoon een beetje... Ja, mag alles. Ja, ja, en dan mag je ook schelden naar toe, weet ik het allemaal. En... Voor ons is de mooiste, tenminste voor mij de mooiste wedstrijd als ik naar PEC ga, is gewoon Eagles uit. Dat is de allermooiste wedstrijd. Zoveel haat krijg je, hè? Ja, je bent daar. Dat geeft zo'n kick, jongen. Ja, hè? Als je in het vak zit daar. Ja, gaan ze die bommen gooien. Laatst was die bom was zo'n stukje naast mijn hoofd, was die ontploft. Oh ja? Ja, toen... heb je dat meegekregen toen? Dat jaar dat wij degraderen. Toen gooiden ze die bom. Ja, dat is, ik, dat is gewoon mooi, man. Om het jaar... Nee, ik heb 11 jaar Eredivisie gespeeld. Nee. Eagles, ja. Ik weet nog wel een keer, ik heb tegen Twente, tegen PEC gespeeld. Oh, ik heb op de reet gek. Ja? 5-0. Ja? Ja. Toen moesten we een oefenwedstrijdje in. Twente is wel de beste club van Overijssel, man, eerlijk gezegd. Ja, hè? Ja, tuurlijk. Twente is goed. Kijk, nu staan ze ook 50, geloof ik. 54. Nee, joh, staat derde gek. Of derde zelfs. Ja. Oh ja, boven AZ, hè? Dat staat ook 4, hè? Ja, ja. Ajax dan? Wat ga ik doen? Teringlui is daar een kutclub geworden. Nee, is mijn club, maar godsamme, wordt het wel tijd dat er weer andere spelers komen, jongen. Ja, het is niet best, hè? Nee. Het is echt niet best. Het is kut. Het is echt kut, jongen. Ik zou hem echt schamen als ik nou Ajax ziet was, man. Nee, ik niet. Ik hou van mijn club. Goed, echt. Nee, ik heb dat ook. Toen wij degradeerden met PEC, ik ben echt alleen voor PEC. Ja. Dat is gewoon echt mijn clubje. En iedereen... Alleen ook die Dave, dat toch ging mijn berichten sturen. Oh ja, ja, gaan ze. Ja, die vrienden van mij deed dat. Ja, ik zeg, het boeit me niet, man. Of we nou, al spelen we derde divisie zondag amateurs. Weet ik nog. Is gewoon mijn club. Tuurlijk. Dus in voor- en in tegenspoed. Ja. We hebben een hele mooie jaar gehad. We hebben de KNVB-beker toegewonnen. Ja. Ajax. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, was man. Echt de mooiste dag van mijn leven. Van Rijn die scoorde volgens mij de 1-0. Ja, klopt, met die vrije trap. Vrije trap en toen boom, kregen we een pak slaag, gek. Ja, maar dat komt dat jullie die vuurwerk gooiden. Ja, ook ja. En toen kwamen jullie eruit. Ja, en dat was voor ons beter. Ja, voor jullie. Ja. Maar hoeveel was het geworden ook? 5-1. 5-1, hè? 5-1, oh, wat een pak slaag kregen we toen. Ja, dat was mooi, man. Ja. Dat was de dag van mijn leven. Ja, was mooi. In de Kuip was het ook was echt mooi. Dat jaar erop tegen Groningen verloren 2-0. Ook finale gehaald. Ja, dan ben je zo'n kleine club. Ja. En dan win je die KNVB-beker en dan al die jongens die voor Ajax waren. Ja, Mickey Mouse Cup, Mickey Mouse beker. En toen komt die Johan Cruijffschaal. En had iedereen van Ajax, nu pakken we jullie, nu pakken we jullie. En dan foto's, want onze ding is de wolf, toch? Ja. Daarom noem ik mijzelf ook altijd de jonge wolf. De jonge wolf, de Zwolle zijn wolven, toch? En jongens van het kamp, wij jagen altijd op die schapen, toch? En wij leven altijd met elkaar, net als een wolf in een roedel. Ja, maar hoe is dat? Hoe kan dat? Dat is zo'n hechte band hebben jullie. Ja. Weet je? Het is gewoon, ik denk dat het gewoon is wij tegen de wereld. Ja. Ja, je weet dat zelf toch? Ja, ik weet het. Ja, ik ga altijd. Ja. Het is gewoon een cultuur binnen de maatschappij. Het is gewoon een maatschappij binnen de maatschappij, zeg ik altijd. Je kan het niet uitleggen tenzij je het meemaakt. Heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe is dat dan? Ja, dat kan je niet uitleggen. Het is gewoon wat het is. Ja. En jij weet het, want jij bent en de anderen weet je, maar zeker. Als je van de buitenstaande zou je nooit kunnen begrijpen wat het is. Nee. Kan je niet uitleggen. Nee, maar daar hebben ze ook vooroordelen. Maar wij zijn ook best wel gesloten. Ja. Ik heb wel eens zeg maar in interviews dat ik iets te veel zeg. Dan krijg ik daarna gelijk DM's. Ja, tuurlijk. Van de reizigers? Ja, zeker. Dat ik niet zoveel moet zeggen. Maar dat snap ik ook. Ja. Het is gewoon ons ding, toch? Ja, en, dat is mooi. Maar heb je daar ook eigen regels? Is het jouw land? Nederland? Ja, ik ben niet. Ik heb een Nederlands paspoort. Was Zwitserland. Zwitserland. Daar kom je vandaan, toch? Ja, daar heb ik een theorie over bestudeerd daarover. Omdat ik het raar vond dat zeg maar heel veel reizigers Duitse achternamen hebben. Ja. Dus toen dacht ik van ja, als het dan echte Nederlanders zijn, waarom heb ik dan zoveel reizigers een Duitse achternaam? Ja. Want je hebt Bauer, dat is Duits. Ja. Schäfer, Schneider, dat zijn allemaal Duitse achternamen. Ja. En toen ging ik dat een beetje uitzoeken, die stambomen zeg maar nalopen, daar heb je zo'n app voor toch, dat MyHeritage en zo. Ja. En bepaalde artikelen, want in de geschiedenisboeken staat gewoon jaren turfstekers uit de 18 nog wat. Maar het is gek, want de eerste scharenslijper, reiziger dus, die was al in 1760 geloof ik, in Nederland. Maar die was gevlucht uit Duitsland naar Nederland. Dus ergens komt het toch uit Duitsland weg. En toen kwam ik er dus achter dat zeg maar, de internationale benaming voor reizigers, dus je hebt Sinti en Roma, wat ze Zigeuners noemen. Ja. En wij zijn dan Jenische.
En die komen eigenlijk uit Zwitserland. Dat is daar ontstaan. Okay. Dat is ook een docu. Dat is best wel ziek hoor. Wat meen je? Als je bijvoorbeeld, daar heb je Kinder der Landstrasse, dat is een docu daar. Hebben ze al die kinderen van hun hebben ze ontvoerd. En in kinderthuizen gestopt, omdat ze wouden dat die cultuur uitging. Meen je? Wou ze toen al uitroeien? En in Noorwegen, dat heette ze Fantenvolk, had je Fantenjacht. Dus Fantenjacht. Ja. En dan mocht jij tot, geloof ik, 1911 of zo. Als jij een reiziger tegenkwam in het wild, mocht je hem afschieten. Nee! Ja, moet je mij opzoeken, Fantenjacht. Ach, wat een gek, ja, joh. Dat was gewoon, en verplichte sterilisatie voor woonwagenbewoners daar. Dus uitroeien van de ja, van de die mens. Zijn er bijna niet meer. Je hebt daar nog wel, zeg maar, Sinti, die heten daar Tata's. Maar reizigers heb je daar niet meer bijna, die zijn bijna allemaal uitgestorven. Nee, is ja. Interessant om te lezen, man. Dus je hebt ze niet alleen in Nederland, en dat vond ik ook gek. Want Tyson Fury is ook een reiziger. Ja, ja. En toen dacht ik van, oh. En er kwamen een keer reizigers uit Amerika bij ons hier. Ook helemaal dezelfde mensen, dezelfde manier van leven, dezelfde... Je weet, die vrouwtjes met dat opgetoekte haar, weet je. En die oude mannetje met een kleine snorretje, zo'n geblok overhempje. Je weet wat ik bedoel, toch? Lammert. Rinkie's schoonvader, zo. Precies zo zag hij eruit. Dat haar zo daarachteren. Weet je, wat gek. Over de hele wereld heb je hetzelfde, maar de geschiedenis zegt dat wij hier gewoon vandaan komen. Dat dat dan niet verbonden is met elkaar. Mm. Ja, toen ging ik dat. Dus het is een theorie, want ja, wij zijn dan niet echt een bepaald volk die alles opschreef. Ik kon het toch niet lezen schrijven. Ik had een tante, jongen. Alleen logisch verdienen. Ja, dat, ik had een tante die kon niet lezen en schrijven, had zijn telefoonboek. Ik zei, maar Poppie, hoe doe je dat dan? Ja, ik schrijf gewoon overal een poppetje bij. Teken ik erbij. En dan kan ik aan het poppetje zien wie het is. Ja. Ze kon niet lezen en schrijven, ze was nooit naar school geweest. En had ze zeg maar bij die, als die dik was, had ze een dik poppetje en dan... Ja. Zo, en weet je en lange en... Ja, bij mij had ze echt een heel mooi portret gemaakt. Ja, dik. Echt zo'n Michelangelo. Heb ze echt de best op gedaan. Wat apart, hè. Hey, maar hoe reageerde je dingen? Je omgeving, die zijn geen rappen. Nou, omdat allemaal Nederlandstalig is normaal, toch? Allemaal andere hazen, dat soort dingen. Ik weet nog, ik ging in Apeldoorn op stap. En al die jongens uit Apeldoorn, die... of een paar jongens daar vandaan, die zeiden tegen mij... Jongen, je kan toch niet gaan rappen? Dat is toch niet voor jou? Of het kamp rappen ze niet. Iedereen lachte me uit in het begin. Ja. En laatst zei een jongen tegen mij... We lachten je allemaal zo erg uit. Hij zegt, nu betalen we jou om op de feestjes van onze kinderen te komen. Ja. Bizar, hè? Ja, apart. Ja, omdat het, wat ik zeg, ja, je ziet het niet op heel lang hebben ze het, zeg maar totdat het ineens ging lopen en die kinderen vinden het... Kijk, ik weet wel, mensen van mijn leeftijd of iets te ouder nog, ja, die is meer Django Wagner weet je. Maar die kinderen vinden het allemaal geweldig. En, dat rappen, ja, bij kinderen ook. Ja, snap je, dat is helemaal van die generatie, toch? Ja, klopt. En nu zie ik ook dat die andere jongetjes van het kamp ook gaan rappen. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, want je hebt nog één, wat was dat, die Gypsy Mafia? Ja, dat is, was die groep van mij en Wim, ja. Wat was dat? Oh, van jou, ja. Oh ja, dat was van jou, Wim, ja. Waren ik en Wim, zeg maar, samen. Maar Wimpie ook, nog... Ja, Wim doet ook nog wel, maar... hij heeft gewoon niet echt... Nee, andere prioriteit. Ja, hij heeft, nee, luister, Wim is een natuurtalent. Wim kan rappen, zingen en hij is gewoon een entertainer. Ja, zingen kan hij wel, zeker. Ja, echt. En hij is een entertainer. Ik ben geen entertainer, snap je? Als je straks ook bij mijn tour, dat is wat ik wil. Ja. Gewoon in zo'n zaaltje in het Hedon, het liefst gewoon zo bezweet mogelijk met allemaal mensen met een capuchon op. Gewoon hip-hop. Ja, dat vind ik tof, man. Dat is ook graag wat ik wil. Ja. Maar Wim is gewoon, het maakt niet uit. Zet hem hier neer, gewoon hier op dit stukje gras met een box. Geloof mij, binnen een paar minuten staat gewoon 50 mensen omheen. Ik heb wel eens gezien bij Wim het café. Of bij bijvoorbeeld. De laatste. Hij is gewoon knettergek. En hij is gewoon hij is Messi, snap je? Het is bij hem aangeboren. Ja. Alleen, hij heeft niet per se de drive om liedjes te maken. Nee. Vindt hij wel leuk, maar... Dat is niet de hoofdzaak. Nee, hij zegt, ik vind het wel leuk om te doen. Maar hij zegt, maar ik vind het leuk om met jou te doen, met mij. Ja. Hij zegt, maar voor mij hoeft niet... Maar ze komt er geen hele carrière uit aan of zo. En welke is nou het best bekeken voor jou op YouTube? Ik denk dingen die normaal zijn. Ja, dingen die normaal zijn. Ik denk dat die op YouTube, zeg maar van mij alleen, maar dat liedje met Tienes, heb 1,5 miljoen streams. Meen je, ja? Ja, met Marloes heb ik eentje. Die Marloes ook, ja, heb je daarvoor geluisterd? Ja, dat is allemaal de Nederlandstalig, weet je. Ja. Maar dat is wel, ja, zijn wel leuke liedjes. En nu, wat ga je verder nog doen? Ik breng dit jaar elke maand een track uit. Elke maand? Elke maand, laatste vrijdag. Toevallig deze maand, de ene laatste vrijdag, hadden ze verkeerd ingevuld. Oh. Dus die hele planning weer door de Wattimbo's. Je broer, die jongens van de label. We gaan elke maand een track releasen. Want 12 tracks en dan misschien aan het einde van het jaar dat ik nog in één keer een klein EP'tje daaraan toevoeg om een album te maken. Maar
ik wil gewoon heel veel uitbrengen. Ja, mooi gewoon man. Even lekker, lekker genieten, man. Lekker doen wat je zelf wilt. Ja. Ben je geen gezeik in je dat had bezig? Ik kwam bij Tim en ik ken Tim al heel lang. En op een gegeven moment, toen ging ik bij Ali weg. En toen had ik hem een bericht gestuurd. Ik zeg van, joh, ik ben niet echt een type die het allemaal zelf gaat doen. Ik zou ook nooit independent gaan of zo. Nee. Zij kan je me helpen, want met die muziek uitbrengen en al die gekkigheid, want ik vind dat moeilijk. En ik ben daar gekomen. Ook gewoon omdat hij een kameraad van mij is, van mijn broer. En ik krijg gewoon alle vrijheid die ik wil. Als ik nu zeg ik wil house maken, zegt de jongen doe je ding. Ja, lekker. Weet je, en als ik zeg ik wil dit maken. Als je maar gewoon aan het plannen, dan dat had ik heel veel moeite mee hoor. Want de ene dag wil ik Elvis zijn, de volgende dag Bruce Springsteen, snap je? En dan kom ik zo in één keer met zo'n hele leren pak zo op het podium staan, weet je niet? Maar ik denk gewoon, ga gewoon lekker rappen. Ja. En lekker... ik heb niet echt per se dat ik denk van ik wil dit bereiken of zo. Nee. Ik wil gewoon muziek maken en ik zie wel. Ja. Maar dat is het mooiste, want dan zijn er ook de verwachtingen niet zo hoog, snap je? Dan kan je gewoon doen wat je zelf wil en je ziet het ik wel. Had nooit echt veel verwachtingen, maar zeg maar, andere mensen om mij heen gingen mij dan helemaal ophypen. Ik weet nog, toen ik tegen iemand zei dat ik ging tekenen bij Ali. Oh, nou word je dit en nou word je dat. En ik had ineens, ze hadden voor mij alles uitgestippeld. Iemand zei tegen mij, en dan koopt Pieter dadelijk een villa met een zwembad. En dan gaan ze blij, dan kunnen wij daar allemaal slapen. Ik zei, jongens, kom rustig aan. Nee, je bent mijn geld al aan het uitgeven, vriend. Om aanschieren. Iedereen had al De hele toekomst was afgekomen. Ja, ik had geen inspraak meer. En de eerste keer dat je nummer uitkwam, hoe was dat voor jou? Mijn allereerste nummer die ik ooit had gemaakt. Je hebt wel Bourgondisch nummer gemaakt. Bagoensnummer. Ja, dat was aan het einde. Ja, was aan het einde van Bagoensnummer, zeg ik. Ja, Bagoensnummer ben ik wel. Dat is het, hè? Ja. Nee, dat was aan het einde van mijn 101. Had ik in mijn Bagoensnummer stukje gered. Ja. Die deed wel lekker, man. Ja? Ja, alleen dat stukje, zeg maar. Dat was, overal waar ik kom optreden, zeggen ze, ken je dat Bagoensnummer stukje doen? Maar het is geen liedje. Ja. Moet ik die hele 101 bas 8 minuten afspelen, toch? Maar de eerste keer dat ik een nummer had gemaakt, was zo slecht, jongen. Was zo slecht. Ik liet mijn broer horen, mijn oudste broer en Wim. Ah, die hebben zo gelachen, jongen. Ja? Ja, echt. En hoe reageerde jij dan? Ja, ik vond het helemaal... Weet je wat, ik zat op zo'n forum en ik had op de post gedaan. Mijn beste vriend heeft een liedje opgenomen. Hij vraagt zich af wat jullie ervan vinden. Ik durfde niet te zeggen dat... Maar ik was 13, hè? Dus ik had dat erom gezegd. Iedereen zei, oh, dit is zo slecht, krijg de oortering van, de bloed uit mijn oren. En mijn broer zegt, jongen, wil je zo erg verschut zitten? Wim zei gewoon niks. Die heeft alleen maar gelachen. Ja. Die heeft alleen maar gelachen. Ja, toen bracht ik een ander nummer daarna opgenomen. Ging ik echt oefenen, zeg maar. De hele dag ging ik rap luisteren. Ik was gewoon verslaafd aan door die liedje van Campy, zeg maar. Ja, Ging ik alles opzoeken op YouTube. Ik vond het helemaal geweldig. Maar niet de Engelse, de Amerikaanse, boeide me helemaal niet. Nee. Al die kinderen waren fan van Eminem, boeide me niet. Ik vond de Opposites bijvoorbeeld helemaal top. Ja, Opposites. Oh, mooi. Vond ik geweldig. Ja, Campy, weet je, dat vond ik super. Waarom zijn hun gestopt, man? Ja, ik weet niet, ik vond het echt zonde, man. Dat in de disco, weet je wel. Ja, dan doen ze wel een tour en dan gaan ze niet meer samen nog één album Sukkel voor maken. De Liefde, was toch de laatste? Ja, prachtig. Oh, die was beste, echt top, ik vind Sukkel voor de Liefde beste Nederlandse hip-hop-tune ooit. Ja, ik ook. Ik heb hem helemaal kapot gedraaid. Hij is zo... Het is gewoon zo'n classic nummer. Ja. Maar... Koning in de disco. Ja, geweldig. Ja. Gaat een beetje over jou ook, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik zie mijzelf in Liverpool. Ja. Echt ook een sukkel van de liefde geweest. Echt aandacht en zo. En de koning in de discotheek. De koning zijn 100%. Ja, dat was hij wel, hoor. Door uren en dagen lang er gezeten, Pik. Wat jij nog leeft, Pik, is gewoon... Dat is wel een wonder op zich. Dat ik nog een leven heb en zo. Ja, 100%. Ah, je bent nou wel goed op weg om die ook nog als deze kapot te maken. Natuurlijk. Ja. Je moet wel genieten van het leven, Pik. Ja, zeker. Doe normaal. Ja, zeker. Voordat je het weet, lig je in een spleetje. Daarom, het kan zo voorbij zijn. Ja, 100%. Je moet gewoon genieten. Weet je, 100%. Ken je die bomen? Ja. Dat zijn die Japanse bloesembomen, toch? Ja, magnolia's, toch? Ik heb helemaal geen. Ja, magnolia. Weet je wat het is met deze boom? Het is een beetje mijn carrière. die bloeit één week in het jaar. Dat is klaar. Ja, we hebben een mooie carrière gehad, man. Ach, ja. Voor die week dat het was. Ja, doe erop, ik vind het wel goed allemaal. Maar ik denk dat jij meer hebt geleefd dan menig voetballer. Zo, ja. Zeg maar, jouw pensioen was al tijdens jouw carrière. Was al op. Ja, jouw pensioen was al gewoon, jij dan gewoon als ik één jaar goed voetbal... Geen idee, man. Nee.
Wat een eentig mooi auto. Hier, hè? Ja. We gaan lekker broodje eten zo. Ja, lekker. Vito's, hè? Ja, Vito's. Met onze Peet, hè? Ik heb honger. Mag hij wel weg van Sonja? Ik weet niet. Hij zei dat hij op de fiets wou komen. Echt? Ja, hij is heel sportief, hè? Ach, gek, donder. Ja, hij is hartstikke sportief. Moet je ook naar links, zei je. Oh, moet je over met Peter beginnen over voetbal? Duurt geen 5 minuten, stuurt hij een filmpje. Ja, van hemzelf, dat hij op voetbal is. Hij kan goed voetballen. Jawel, hè? Oh, echt wel. Zo. Nou, hij was echt technisch, hoor. Denk je dat als hij zeg maar, de mentaliteit had gehad, dat hij prof had kunnen worden? Ja, zeker. Als hij gewoon normaal had gedaan, had hij zeker prof kunnen worden. Hij wou niet, hè? Hij had ook dat mist, wat ik zei, als hij de brug over is, mist hij de stad. Ja. Heel veel mensen uit school hebben dat. Ik heb hier de pip, dus getatoeëerd. Omdat, ja, mijn oom zei tegen mij, als een Zwolle naar de peperbus niet meer ziet, krijgt hij heimwee. Dus ik denk, dan laat ik hem tatoeëren, kan ik hem altijd bekijken, toch? Ja. Ja, zo is het. Ja, zo is het wel, toch? Gaan we, moet je wel de schoenen uit, hè, binnen? Ja. Nou, top. Wel, dankjewel, Pik. Jij zelf. Drink die blikjes wel op, hè? Ja, dat denk ik.